Bij Sparren, het wekelijkse strijdtoneel van de Gelderse sport. Met vanavond in de rode hoek de aanvallen van NEC. Je houdt van punten, pinten en spitse antwoorden. Hier is voor u vanavond Bjorn Vlemings. Goed, spits Bjorn Vlemings is de duurste aankoop van NEC ooit. De doelpuntenproductie valt nog een beetje tegen, maar hij compenseert dat met zijn tomeloze inzet en zijn vele assists. Hij is een echte publiekspeler en vat regelmatig na afloop van de wedstrijd een pintje met de supporters. Tijd dus om deze Bourgondische Belg wat beter te leren kennen. Geef hem een applaus, Bjorn Vlemings. Bjorn, leuk dat je er bent. Ja, we noemen je maar even een Bourgondische Belg. Twee woorden die met een B beginnen. Ik wil graag even vijf woorden die met een B beginnen met jou doornemen. Allereerst de B van bekervoetbal. Ik heb het idee dat jij echt een bekerwinnaar bent. Is het zo? Ja, ik heb in mijn jonge carrière, ik ben 23 jaar, al twee bekerfinales gespeeld. Maar jammer genoeg nog geen enkele gewonnen. Dus een echte bekerspeler ben ik nog niet. Ja, met KV Mechelen vorig seizoen de bekerfinale gehaald. Tot de finale scoorde je in elke wedstrijd. Behalve in die finale nou net niet. Ja, dat wil je bij NEC natuurlijk rechtzetten. Ja, dat gaan we dit jaar proberen recht te zetten. Hè. Daar beginnen we woensdag mee. Gewoon proberen door te stoten. En, tegen Excelsior. Tegen Excelsior. Ja. En, ja, de beker is de kortste weg naar Europa. Dus daar moeten we alles aan doen. En in de eerste bekerwedstrijd met NEC scoorde je ook twee keer. Dus er is toch iets met zo'n bekerduel bij jou. Het brengt iets in je naar boven, of niet? Ja, het brengt iets in mij naar boven. Maar ik bedoel, elke wedstrijd is hetzelfde voor mij. En de beker, oké, ja, dat is alles of niks. En ik kan niet graag verliezen, dus dan ga ik er misschien extra voor gaan. En ja, ik heb een beetje geluk dat ik dan twee keer scoor tegen Eindhoven. En dan proberen we woensdag terug te doen. De tweede B is van Bergen. Wij hebben gehoord dat jij een wielerliefhebber bent. Klopt dat? Wielerliefhebber, ja, ik zie wel graag wielrennen. En, een goede vriend van mij is op 16-jarige leeftijd begonnen met wielrennen en is nu prof geworden. Daarom dat ik het ook een beetje meer volg. Kan je zelf een beetje fietsen? Ik ga wel eens geregeld een tourje maken met de fiets en bergop kan ik wel aardig fietsen. Ja. Mag ik even de kuitjes voelen? Dat mag je. Even checken hoor, of je een beetje wielerkuiten hebt. Of zijn het toch die ballonkuiten van voetballers? Ik krijg niet eens je pijp eroverheen, joh. Beetje, ja. Wat denk je, Robert? Ik vind het toch het is toch meer een voetbalkuit. Ik vind het meevallen. Ja. Maar wat vind je zo mooi aan die sport? Ja, ik vind het karakter is enorm. Hè. Als je ziet bijvoorbeeld een Tour de France, dan moeten ze elke dag 200 kilometer, 205 kilometer bergop. Is het anders dan 90 minuten voetballen? Ja, voilà. Ik denk sommige voetballers, dat ze dan twee of drie wedstrijden in de week gaan spelen, dan durven we wel eens te klagen dat het een druk programma is. Maar als je dan de wielrenner ziet, die moet elke dag de fiets op voor 205 kilometer. Dus, dat zijn de echte bikkels? Ja, ik denk het wel. De B van bikkels. Ja, ook al. Dan gaan we naar de volgende toe. Dat is boksen. Je staat natuurlijk hier in een boksring. Maar het idee, tenminste wat ik heb bij jou, is dat jij een echte vechter bent in het veld. Ja, ik geef niet graag op, heb ik daarnet gezegd. En ook al staan we 0-4 achter, zoals gisteren dan probeer ik er nog alles aan te doen om dat één goaltje te maken. En als er eentje wordt gemaakt, kunnen we de tweede maken. Dus de wedstrijd is pas gedaan als de scheids afluit en daarom moet je er gewoon alles aan doen. Jij houdt van die spelers, hè, pap? Dat is inderdaad zo, Carrie. Ik hou van dit soort type voetballers. Ik heb hem nog niet echt live zien spelen. Ik mocht nog niet naar NEC, maar ik hoop er binnenkort naartoe te gaan. Ja. Sleep jij ook echt je medespelers mee in een wedstrijd met jouw vechtlust? Ik probeer dat. Dat is toch een van mijn kwaliteiten. Ik bedoel, als spits ben je de eerste verdediger en moet je gewoon de toon zetten. En als ik begin verdedigers af te jagen, dan gaat iedereen wel volgen, denk ik. De volgende B is van België, waar jij natuurlijk vandaan komt. Zat Dick Advocaat, een nieuwe bondscoach, gisteren op de tribune voor jou? Ik heb er geen flauw idee van eigenlijk. Nee? Nee, ik heb, om ook eerlijk te zijn, ik ben er niet echt mee bezig. Als je bij NEC goede resultaten behaalt en je speelt een goede voetbal en je bent zelf goed bezig, dan komt dat vanzelf. Dus, vind je jezelf goed genoeg voor een plekje in het nationale team? Goed genoeg is misschien veel gezegd. Ik ben 23 jaar. Als ik nu al goed genoeg ben, ja, bedoel, dat zou raar zijn om te zeggen. Ik kan nog heel veel leren. Bedoel, voetballers kunnen tot 7, 8, 29 jaar leren, dus ik heb nog alle tijd. Er zijn veel Belgen actief in de Nederlandse competitie. Kunnen jullie hier makkelijk aarden in Nederland? Ja, ik kan niet voor de andere jongens spreken, maar voor mijzelf, ik denk dat ongeveer de levensstijl wat hetzelfde is. Nederlanders zijn misschien iets rechtuit, meer rechtuit dan de Belgen, maar we praten allebei dezelfde taal, dus dat is al een voordeel. Toch heb je ervoor gekozen om in Duitsland, net over de grenzen, gaan wonen. Waarom niet gewoon lekker in Nijmegen? Is toch ook een leuke stad? Dat is een leuke stad, maar 10 minuten ben ik daar. Dus als ik de drukte wil opzoeken, ga ik even de auto. In 10 minuten ben ik in de stad. En in mijn huisje is een heel rustig, een groene omgeving. En heb ik altijd gewoond, dus dat was ik gewoon.
Ik wil nog graag iets weten van hem. Die ingooi, sta je dan al in het veld, Björn? Ik wil graag dat je eerlijk bent. Nee, ik ben heel eerlijk. Ik kom niet in het veld voordat de bal weg is. Echt waar niet? Ja, dan moet je maar eens opletten dan. Ik ga de beelden nakijken. Heb je het trouwens afgekeken van Erik Gerets? Jouw landgenoot, dat was ook zo'n beroemde ingooi. Daar was ik nog net iets te jong voor, denk ik, vooral af te kijken. De laatste B wil ik nog even behandelen, pap, met jou welnemen. Je dat mag, is de Karin. B van bier. Jouw favoriete drankje? Ja, favoriete drankje is veel gezegd, maar na de wedstrijd dan lust ik wel een biertje. Hoeveel? Ja, 2 of zo. Niet jokken, hè, tegen Carrie? Nee, ja, maakt niet uit. Ik bedoel, dat hangt er ook een beetje vanaf. Gisteren was het dan de wedstrijd. Hebben we woensdag al terug wedstrijd. Dan moet je ook niet aan bier gaan zitten. Ik bedoel, dan is de wedstrijd te kort. Maar als je gewoon zaterdag op zaterdag wedstrijd hebt, dan kan je na de wedstrijd wel even ontspannen. Moet toch ook kunnen? Lekker met de supporters. Dat moet kunnen, maar... En de wedstrijd evalueren samen. Nu, binnen 2 dagen is het al terug wedstrijd. Dus dan moet je met je job bezig zijn. Goed. Goeie wedstrijd komende woensdag. Dankjewel. En hopelijk weer een mooie bekeravond voor jou. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel.